Welkom in Felix Meritis. Mijn naam is Peggy Brandon, ik ben de directeur van Mokka. We zijn hier vandaag met het congres Cultuureducatie in Amsterdam. En in dit congres kun je alle thema's die belangrijk zijn voor cultuuronderwijs voor de kinderen in deze stad in één middag allemaal beleven. Het gaat over meerstemmigheid, het gaat over kansengelijkheid, het gaat over hoe maak je podcast. En een van de onderdelen is een livestream, een live talkshow, waar we nu zijn. Je kunt met Mokka naar cultuur, maar je kunt vooral heel goed horen wat er allemaal speelt in deze stad. We gaan nu beginnen met de cultuureducatie Draai Door en uw moderator is Samir. Dankjewel Peggy. Ja, welkom bij de cultuureducatie Draai Door. Mijn naam is Samir El Hadawi en aan mij de eer om jullie vandaag te modereren. Dat doe ik niet alleen, ik heb natuurlijk verschillende gasten aan tafel die jullie door een heel mooi programma zullen loodsen. De zomervakantie komt eraan. Ik denk dat we daar stiekem allemaal een beetje naar uitkijken. En dus ook de scholen, dus ook de BSO's. Want deze zomer wordt er van alles aangeboden. Door basisscholen, voortgezet onderwijs, BSO's, denk aan studiezalen, weekendacademie. Er zal niet alleen een programmering zijn rondom taallessen, rekenlessen en ga zo maar door. Maar ook heel veel rondom kunst en cultuur. En ik kan me voorstellen dat dat heel veel vragen opwekt en daarom zijn we hier vandaag. Mijn eerste gasten, die zijn inmiddels aangeschoven. Welkom, Hanna Enzo. Enzo, wil je jezelf kort voorstellen? Ja, ik ben Enzo Vredegoorn en ik werk bij Mokka als adviseur. En daarbij help ik scholen en het culturele veld bij elkaar te brengen op allerlei manieren. En in de zomer, wat dan nu het onderwerp is, doe ik dat ook. Dus met zomerscholen in welke vorm dan ook. En culturele activiteiten in de stad. En zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Dus je hebt een soort van adviserende, een koppelende rol. Wat betekent dat precies? Nou, ik krijg veel vragen vanuit de organisatoren van zomerscholen. Of groepen die met kinderen in de zomer van alles gaan doen. Want zomerscholen is soms nog wel een moeilijk begrip. Ja. Maar dus groepen kinderen. En wat kunnen we in deze zomer voor culturele activiteiten doen? En er zijn ontzettend veel activiteiten mogelijk. Ja. Dus de vraag is dan ook snel van wat zou er bij ons nou echt passen? Qua leeftijd, maar ook qua doelgroep, qua interesses, qua thema's die ook in het onderwijs of in de vakken al terugkomen. Dus vaak is het een soort puzzel leggen met elkaar. En wat ik in de zomer ook wel doe is dat ik het contact tussen de zomerschool en een culturele partner aanmaak, zal ik maar zeggen. Dus ik als er dan een selectie plaatsvindt, zal ik maar zeggen, op basis van de wensen, dan maak ik vaak ook een eerste contact met een museum of een theater of wat dan ook, een workshop. En deze rol vervul je vanuit Mokka? Ja. Ik denk dat heel veel mensen die meekijken Mokka inmiddels kennen, maar zou je ook heel kort kunnen uitleggen wat Mokka is en welke rol zij hierin hebben? Ja, Mokka verbindt kinderen met cultuur in opdracht van de gemeente Amsterdam. Mooi. En dat doen wij het hele jaar door, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. En dat doen we ook in brede zin. We hebben geen eigen cultureel aanbod, maar we brengen het aanbod in de stad en de directe omgeving natuurlijk in contact. En we hebben adviseurs, waaronder ik dus, maar we hebben een heel team. En een deel daarvan is adviseur en die gaan naar de scholen toe om met de scholen vooral ook te kijken, nou, wat hebben jullie nodig? En we leiden ook de ICC'ers, dat zijn de interne cultuurcoördinatoren op scholen, die leiden wij ook op. Dat is kort gezegd wat Mokka doet. En je had het net over de zomerscholen. Welke zomerscholen zijn er allemaal in de Amsterdamse wijk deze zomer? Nou, ik heb niet het almachtige overzicht, maar wat ik allemaal terugvind, en ik denk wel dat ik behoorlijk wat zie, is eigenlijk in elke wijk, of in elke stadsdeel moet ik beter zeggen, een zomerschool. En die zijn ofwel voor basisschoolleerlingen, de meeste zijn gericht op leerlingen uit groep 7, maar er zijn ook enkele die voor leerlingen van groep 3 tot en met 6 bijvoorbeeld in Nieuw-West een zomerschool organiseren. En je hebt zomerscholen voor het voortgezet onderwijs. En ik maak in mijn eigen hoofd een beetje een onderscheid tussen zomerscholen die ontstaan en opdrachten hebben vanuit een schoolbestuur. En dat zijn dan vaak samenwerkende schoolbesturen. Bijvoorbeeld in Zuidoost is een grote zomerschool. En zomerscholen die vanuit een iets andere organisatie opgestart zijn. Bijvoorbeeld een welzijn of een stichting. Maar je hebt ook nog, ik geloof, de zomerschool van de Bali, dus Leidseplein. Nou, dat is weer een iets andere organisatie. Dus eigenlijk in elke wijk is wel
wat te vinden. En het klinkt alsof er zijn verschillende zomerscholen, maar wat doen ze? Want het klinkt alsof ze allemaal vanuit een andere invalshoek zoiets programmeren. Heb je daar een beeld bij of een voorbeeld van? Ja, het klopt. Ze zijn allemaal wel op een manier anders, ja. Maar ik denk in de basis hebben ze vaak in de ochtend lessen, in de zin van, zoals je dat op een school voorstelt, zou ik maar zeggen. Vaak ook gericht op rekenen en taal, zeker de schoolbestuur zomerscholen. Ja. Die hebben vaak daar hun focus op in de ochtend. En dan is in de middag ruimte voor allerlei activiteiten, waaronder culturele, maar vaak ook sport of dingen die te maken hebben met burgerschap. Ja. Nou, heel mooi. Ik kom graag zo nog bij je terug, want we hebben natuurlijk nog een andere gast, Hanna Koken. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen? Zeker, ja, dankjewel Samir. Mijn naam is Hanna Koken, ik werk bij het Jongeren Cultuurfonds. Wat wij doen als Jongeren Cultuurfonds is dat we de ouders die een financieel steuntje kunnen gebruiken voor de lessen die kinderen na schooltijd willen volgen, ja, dat we die ouders kunnen ondersteunen. En ik vind het heel gaaf om te horen ook wat Enzo al zegt, weet je, dat die zomerscholen worden georganiseerd en dat er naast dat stukje educatieve onderbouwing die je echt misschien wel nodig hebt en dat stukje bijspijkeren, dat er toch ook echt steeds meer aandacht komt voor het culturele aspect. Want ik denk, hoe fijn is het dat je in de zomer kan werken aan je cognitieve vaardigheden, maar ook zeker weer plezier kan maken. En misschien ook al bij zo'n zomerschool voor het eerst in aanraking komt met cultuur. Ja. En wellicht daarna met de steun van het Jongeren Cultuurfonds ook verder kan gaan en die lessen wil volgen. En als ik even terugspoel naar de zomer van vorig jaar, toen ontstond Midzomer Mokum. Ja. Dat was volgens mij de eerste keer, in ieder geval de eerste keer dat het mij had bereikt, ik denk het wel. Zal dat er dit jaar weer zijn? Ja, zeker. Daar ben ik ook super blij mee. Midzomer Mokum, dat was vorig jaar de eerste editie met een heel rijk aanbod aan educatieve, sportieve, creatieve activiteiten. Waar heel veel partners aan meededen, ook culturele instellingen waar wij veel mee samenwerken. En het komt er ook weer aan. Hoe de programmering er precies uit komt te zien, dat wordt echt een beetje per stadsdeel ook mede georganiseerd. Dus daar is de gemeente natuurlijk hartstikke nauw bij betrokken. En daar liggen ze, ze hebben eigenlijk ook de lead daarin. Ja. En het programma zal binnenkort wel bekend worden. Ja. En wat kunnen jullie voor kinderen, jongeren en ouders betekenen als het gaat om Midzomer Mokum? Wat wij echt gaan doen tijdens Midzomer Mokum, dat is eigenlijk ook een beetje de doorstroom na de zomer stimuleren. Dus als ouders denken, hey, dit was te gek en een kind komt thuis, super veel plezier gemaakt, nieuwe vrienden, voor het eerst in aanraking gekomen met DJ'en, breakdansen. Nou, het is echt heel, heel breed natuurlijk, het creatieve veld en ambachten, maakplaatsen, bijvoorbeeld van de OBA. Mm-hmm. Dan willen we heel graag ouders in ieder geval de informatie kunnen geven, zodat ze weten, na de zomer kunnen mijn kinderen door. Dus wat wij specifiek gaan organiseren, dat zijn spreekuren. Waarschijnlijk in een aantal OBA-vestigingen, zodat ouders ook meteen voor die informatie bij ons terecht kunnen. Dat we ze kunnen helpen met de inschrijving. En ook zorgen we ervoor dat de culturele instellingen, waar kinderen dus en jongeren het programma gaan volgen, dat zij ook naar huis zullen gaan met een certificaat waar achterop alle informatie staat. En nu kijken heel wat culturele instellingen mee. Waar kunnen zij zich aanmelden? Waar moeten zij naartoe om hier een onderdeel van te kunnen zijn? Ja, het wordt echt ook vanuit de stadsdelen georganiseerd. Maar denk je nou als culturele instelling, hey, ik weet mijn weg niet echt te vinden, bij wie moet ik zijn? Stuur zeker een berichtje of een e-mailtje naar info@jongerencultuurfonds.nl. We hebben ook wel een beetje die aanjagende rol en bemiddelende rol. Dus we kunnen zeker jouw aanbod nog eventjes in de spotlight zetten. Of wellicht via de kidsgids. Maar ik denk dat een groot gedeelte van het aanbod al wel vast ligt. Dat is wel mijn. En voor ouders en kinderen die graag jullie hulp nodig hebben, hoe kunnen die jullie contacteren? Ja, ook via onze website, dus www.jongerencultuurfonds.nl. We hebben ook telefonische momenten dat ouders ons kunnen bereiken. Het is ook goed, denk ik, om te benadrukken dat we ouderambassadeurs hebben die ook in de stad wonen en ook ons verhaal vaak goed kunnen uitleggen, om die drempel echt te verlagen. Maar we zijn heel toegankelijk, dus bel, mail en kom vooral ook naar een spreekuur als je ouder bent. Ik denk dat het goed is om even te benadrukken dat als ouders straks denken, hey, mijn kind die wil inderdaad door, er is plezier, dat moet ook na de zomer zo zijn. Ja. Dan kunnen ouders die een stadspas hebben zelf de aanvraag regelen of die doen dat via een intermediair. Dus dat kan de juf zijn, de meester, de OKT'er,
Maar ja, het belangrijkste is denk ik dat kinderen gewoon doorgaan en plezier maken na schooltijd. En geldt dit voor alleen Midsomer Mokum of bieden jullie dit hele jaar aan? Ja, we bieden die financiële ondersteuning voor de creatieve lessen, die bieden we echt voor na de zomer aan. Dus het is een maximum bedrag van €450 per kind per jaar om dus deel te nemen aan het aanbod. Dus dat kan zijn bandlessen. Nou ja, ik kan een hele range natuurlijk vertellen. Het is super breed. Als kinderen tot en met 18 dus daar gebruik van willen maken, kunnen ze ook via ons een muziekinstrument lenen. Want dat zijn vaak ook grote uitgaven, hè, waar ouders met een kleine beurs, hoe krijg je dat voor elkaar krijgen? Dus kinderen kunnen ook via ons een keyboard lenen, een viool, om ook op die manier cultuur op te snuiven. Heel mooi. Gezondheid. Ik heb een kriebel in de keel. En zo eigenlijk heb ik... Dat klinkt heel praktisch en dan heb ik ook een hele praktische vraag voor jou, voor de ouders die meekijken en denken, oh, ik wil heel graag dat mijn kind meegaat, maar geen vervoer of geen OV-chipkaart. Wat kunnen jullie betekenen voor die ouders of voor die kinderen? Nou, we hebben gelukkig de cultuurbus in Amsterdam. Dat is dat is niet één bus, maar dat is eigenlijk een hele serie bussen die we kunnen inzetten. Om kinderen te vervoeren naar culturele activiteiten. Het gaat dan wel om besloten groepsvervoer. Dus er zal op enig moment een groep moeten zijn onder begeleiding. Die van A naar B gaat. Of in het enkel geval van A naar B naar C. En weer terug naar A bijvoorbeeld. Daar zijn we wel wat flexibel kunnen we daarin opstellen. En op die manier heb je dus een gratis vervoer naar culturele activiteiten. En die zomerscholen die ik net al noemde, die in de hele stad plaatsvinden, die maken daar ook graag gebruik van. En die hebben dan weer afstemming met een collega van mij van de cultuurbus. Ja. En die vullen alle gegevens in. En dan staat er op de gewenste dag en datum en tijd een cultuurbus voor de deur te ronken. Om ze verder te brengen. En hoe komen de ouders of die kinderen in contact met degene die dit voor ze regelt, zo'n cultuurbus? Hoe loopt dat? Vergelijkbaar met Hanna, wat Hanna zegt, we zijn heel benaderbaar. Dus op de website van Mokka kun je eigenlijk direct het nummer vinden van de cultuurbus. En ook het e-mailadres. En als je dus vragen hebt over de cultuurbus specifiek, dan is het beste om mijn collega's daarover te bellen of te mailen. En die kunnen je alle specifieke vragen die je dan hebt daarover te beantwoorden. Oké. Okay. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie inzichten, voor jullie rol en voor jullie kennis. Ik hoop dat er heel veel jongeren en ouders hebben meegekeken en hierdoor een stuk wijzer zijn geworden. Mijn volgende gast is Dana Hollander van Studiezalen. Die zal zo meteen aankomen schuiven. In de tussentijd is het nog wel belangrijk om, denk ik, de kinderen het gevoel te geven, en de jongeren en de ouders en de culturele instellingen, het gevoel te geven dat dit een onderdeel is van hun, dat jullie een onderdeel zijn van hun programma, maar ook een stukje ondersteuning bieden. Dus zo'n cultuurbus, maar ook zo het lenen van een instrument. Ik denk dat heel veel culturele instellingen daar nog enorm mee worstelen. Dus vanuit die hoedanigheid ben ik jullie ook ontzettend dankbaar. Dankjewel, Samir. Schrijf vooral aan, Dana. Welkom. Yes, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Aan jou dezelfde vraag, zou je jezelf kort kunnen voorstellen? En dan heb ik nog een hele mooie vraag voor je. Yes. Mijn naam is Dana. Ik werk 1,5 jaar bij Stichting Studiezalen als Head of Partnerships and Innovation. Hele mooie functie. Hele mooie titel. Ja. Heb ik erbij gekregen. Maar houdt eigenlijk in het kort in dat ik me bezig ga met samenwerkingen met externe partijen. Voornamelijk commerciële partijen. Daarnaast ook onze marketing, communicatie en recruitment. En ik organiseer echt de losse projecten. Dus momenteel ben ik druk bezig met dit studie zomerzalen voor de tweede keer organiseren. En voordat we verder gaan over studie zomerzalen, studiezaal is al een enorm begrip in Amsterdam geworden. Maar zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen? Wat doen jullie met studiezalen? Ja, Stichting Studiezalen is een stichting die 10 jaar geleden is opgericht door Abdelhamid Idrissi. En eigenlijk is opgericht om jongeren een veilige en rustige plek in hun eigen wijk te geven waar ze naartoe kunnen. Wij zijn er voor leerlingen vanaf groep 6 tot en met de 6e klas van de middelbare school. En het zijn dus allemaal kinderen die komen uit gezinnen met vaak een lage sociaal-economische status. En door een combinatie van huiswerkbegeleiding, life coaching en talentontwikkeling bieden wij hun het vertrouwen en de kans om zichzelf echt te kunnen ontwikkelen. En hoe ziet dat vooral dat laatste dan er specifiek uit? Dus zo'n kind uit zo'n omgeving die komt dan bij jullie en
Wat bieden jullie zo'n jongere aan om die ontwikkeling te maken? Nou, het begint eigenlijk allemaal met de huiswerkbegeleiding. Ze komen binnen voor die huiswerkbegeleiding. Wij werken met een begeleiding van 1 op 5, dus 1 begeleider op 5 kinderen. Dus we hebben echt per kind de tijd om ermee te gaan zitten. Mm-hmm. En eigenlijk door elke week dat contact te hebben en eerst over huiswerk. Maar het gaat ook steeds meer over hoe het thuis gaat, mm-hmm. hoe het met vriendjes en vriendinnetjes gaat. Bouw je echt een vertrouwensband op. Die vertrouwensband is voor ons het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Want als dat vertrouwen er is, dan komen wij erachter wat er echt speelt bij zo'n kind. En vaak is de reden dat het niet altijd even goed gaat met een kind niet alleen maar te wijten aan een onvoldoende voor wiskunde. Mm-hmm. Maar speelt er heel veel meer. En door dat vertrouwen komen we erachter en kunnen we een kind veel gerichter helpen eigenlijk. En voor de zomer hebben jullie studie zomerzalen bedacht als activiteit. Hoe ziet dat er dan uit? Heeft dat ook met huiswerkbegeleiding te maken? Want het is de zomervakantie. Ja, klopt. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Mm-hmm. In samenwerking met het Amsterdam Museum. Zijn we eigenlijk een programma gaan maken vol met kunst, cultuur, maar ook een stukje onderwijs. We vinden het heel belangrijk om ook echt wel aandacht te besteden aan dat onderwijs. Maar ook echt het leuk te maken, want het is inderdaad de zomervakantie. En daar hebben we een programma van 2 weken voor gemaakt. Dus leerlingen doen 2 weken mee. Het zijn leerlingen uit de huidige groep 7 en 8. Ik hoorde net het Enzo al zeggen, het is een populaire doelgroep. Ja. Heeft natuurlijk er ook mee te maken dat met de coronaregels dit een groep is die nog samen mag komen. Wij doen dat in 3 stadsdelen, in Noord, Oost en Nieuw-West. Voor 150 kinderen totaal gaan wij een programma aanbieden. Oh, wauw. En wat voor rol speelt kunst en cultuur bij jullie programma's? Hoe wordt dat erin meegenomen? Een hele grote rol. Ik denk dat misschien wel bijna 50% van de activiteiten kunst en cultuur bevat. In de ochtend zijn wij met onderwijs bezig. Ook daarin proberen wij vernieuwend te zijn en niet met schoolboekjes te gaan werken en te gaan zeggen, we gaan nu alleen maar rekensommen maken, want wat je ook al zei, het is wel vakantie. Ja. Dus daarin gaan wij in projectvorm werken. We gaan de leerlingen laten samenwerken. Ze gaan een biografie schrijven in 2 talen, om echt dat taalgevoel te vergroten. Maar ook een aantal soft skills te leren, zoals samenwerken, feedback geven. Wat ook heel belangrijk is, maar natuurlijk ook gewoon de voegwoorden. En om dat nog leuker te maken, stoppen we daar ook al een stukje cultuur in. Door die lessen niet altijd maar gewoon op een saaie schoollocatie aan te bieden. Maar bijvoorbeeld hier in Felix Meritus een les te geven. En jij hebt een rol gespeeld bij het bedenken van, jullie activiteiten. Hoe heb je dit uitgedacht? Waarom heb je deze keuzes gemaakt zoals je ze nu hebt gemaakt? Vorig jaar heb ik het ook bedacht. Dus ik had een fijn voorbeeld van wat goed is en wat niet goed is. En vorig jaar was ons voornaamste struikelpunt eigenlijk, waar we dachten, daar kunnen we echt nog eens op ontwikkelen, was dus dat ochtendprogramma. Toen werkten we nog wel met schoolboekjes. En nu dachten we, dat gaan we gewoon helemaal anders doen. Het middagprogramma bestond vorig jaar net als dit jaar uit een combinatie van natuur, sport, wetenschap en cultuur. En dat was echt een groot succes. En waar we ook altijd kijken, wat kunnen we nou nog meer doen? Dus we gaan bijvoorbeeld naar het Amsterdam Museum toe. Maar we gaan er niet alleen maar naar een tentoonstelling kijken. We vragen ook een restaurateur om wat meer te vertellen over zijn beroep en waarom hij dat is gaan doen. En iemand van de marketingafdeling, zodat ze ook zien hoeveel meer daarbij komt kijken. We gaan naar het Muiderslot toe. Niet alleen maar om het kasteel te zien, maar ook om in de groententuin te gaan lopen en een kookworkshop te doen. En als je dit zo zegt, dan ik word daar super enthousiast van. En dan vraag ik me af, wat heb je dan gezien? Wat voor mooie ervaringen heb je gehad met de eerste editie, dus vorige zomer van Studie Zomerzalen? Ja, dat was echt superleuk. Ik was heel erg zenuwachtig van tevoren. Dat snap ik. Omdat ik dacht, nou, ten eerste gaat alles wel goed, maar ook, is het wel leuk genoeg? Het is zomervakantie, moet het niet nog groter, spectaculairder? En vervolgens de eerste dag kwam de touringcar van Mokka aan om ons naar de eerste excursie te brengen. En die kinderen zagen die bus en die waren, mogen wij in die bus? En die waren zo excited dat ik echt dacht, oh my god, ik had jullie gewoon elke middag in zo'n bus kunnen zetten voor een uur. En dan was het ook goed geweest. Maar vooral ook echt, we eindigen het programma met een feestelijke afsluiting. Mm-hmm. Daarbij zijn niet alleen de kinderen aanwezig, ook de ouders en de partners. Mm-hmm. Daar laten we een aftermovie zien van alles wat ze gedaan hebben. Oh, wat leuk. Dit jaar gaan we ook met het FOM nog een fotografieworkshop doen. En krijgen ze aan het eind hun eigen gedrukte biografie mee. Met hun eigen foto op de cover. En wat ik daarin heel erg van vorig jaar zag, was dat die ouders ook zo onder de indruk waren. Ja. En die horen wel elke dag na het programma de verhalen. Maar als je zelf nog nooit in een museum bent geweest, of
de arena hebt gezien, dan is het heel moeilijk om je dat voor te stellen. En door die aftermovie waren die ouders zo enthousiast. Er zaten echt ouders in de zaal te huilen en leerlingen die echt zaten, ik wil niet dat het al afgelopen is. We hadden ze een goodiebag meegegeven met kaartjes voor het museum erin. En dat de ouders ook zeiden, oh, ik ben nu zo benieuwd om dit ook te gaan zien met mijn kinderen. En die dan dat ook samen gaan doen, waardoor ze eigenlijk je niet alleen dat kind daarvan de wereld vergroot, maar echt van het hele gezin. Wow. En dat vinden wij het belangrijkste. En wat hoop je dat de leerlingen dit jaar meenemen? Heel veel nieuwe indrukken, dat ze heel veel gaan leren. Maar bovenal dat ze gewoon echt een fantastische 2 weken hebben. Wij bieden een doorlopende leerlijn aan. Dus wat wij de leerlingen die wij in de zomer hebben, hopen wij in september ook weer in onze normale studiezalen te kunnen verwelkomen. Dus hopelijk is dit voor sommige leerlingen ook een mooie eerste stap bij studiezalen voor heel veel mooie jaren. Dus het is dus ook echt een soort van instapmodel. Je kan meedoen aan de zomerschool en dan het hele traject met studiezalen daarna volgen. Zeker. En is jullie zomeractiviteit, is dat ook toegankelijk voor de jongeren die jullie al bereiken? Ja, absoluut. Juist, we hebben al denk ik 2 maanden krijgen we vragen van ouders. Wat ik helemaal begrijp, ja. Die bijvoorbeeld vorig jaar hebben meegedaan en toen zijn ingestapt. Die nu al elke week bellen, wanneer word ik nou uitgenodigd en gaat het nog komen? Dus het eerste wat we gedaan hebben toen de inschrijvingen maandag open gingen, is in alle groepsapps met alle ouders gezegd, hey, het is weer open. En ik denk dat het 10 minuten duurde voordat de eerste 10 aanmeldingen binnen waren. Dus dacht ik, dit gaat veel te snel. Hard, ja. Maar wel heel leuk om dat enthousiasme te zien. En is er nog plek? Hebben jullie nog ruimte voor? Ik kan me voorstellen dat er nu heel veel kinderen meekijken of ouders meekijken die denken, ja, dit is het. Ja, we hebben in alle stadsdelen nog plek. Dus we kunnen en in Nieuw-West en in Oost en in Noord kunnen wij nog aanmeldingen aan. En waar kunnen ze zich aanmelden? Via onze website, studiezalen.nl. Daar is een kopje met studiezomerzalen en daar is een inschrijfformulier. Als je dat invult, dan word je waarschijnlijk deze week of volgende week door mij gebeld om alles compleet te maken. En stel dat het de zomer niet lukt, maar dat ze wel heel graag mee willen doen met studiezalen, wat kunnen ze dan doen? Ook naar onze website. Onze website is de plek voor al je antwoorden. Daar heb je ook nog een kopje met aanmelden. En dan voor het primair onderwijs, dus voor de basisschool en voor het voortgezet onderwijs. Als je daarop klikt, dan krijg je ook een aanmeldformulier. En dit is dus ook alleen voor groep 7, heb ik dat goed begrepen? Het zomerprogramma is voor de huidige groep 7 en 8. Dus de leerlingen die nu naar groep 8 en naar de middelbare school gaan. Omdat het dus ook wel echt wel stukken heeft die daarop voorbereiden. En hebben jullie nog een programma voor de jongere doelgroep of is dat voor na de zomer? Dat is voor na de zomer. Vorig jaar hebben we een programma van 6 weken gedraaid voor verschillende doelgroepen. En daarna waren we helemaal gesloopt en hadden we eigenlijk te weinig tijd om het jaar echt goed voor te bereiden. Ja. Dus dit jaar hebben we gezegd, we zeiden we doen het iets kleiner. Uiteindelijk zijn we verdubbeld in aantal kinderen. Maar we hebben wel besloten om het bij deze 2 weken te houden en voor deze doelgroep. En dan nog 1 keer als afsluitende vraag in die 2 weken. Wat zijn de als jullie die al bedacht hebben natuurlijk, wat zijn de activiteiten? Je hebt er al een paar genoemd, maar zijn er nog wat meer? Ze gaan dus in de ochtend zijn ze eigenlijk bezig met het project om een eigen biografie te gaan schrijven over medeleerling. Ja. Daarna hebben we lessen van FutureNL, die hebben we in samenwerking met hun. Dat gaat over digitale vaardigheden. Daarbij gaan ze bijvoorbeeld echt wijzer worden op het gebied van media. Ze gaan zelf de catfish vinden bij verschillende profielen. Oh, wow. In het middagprogramma gaan we dus onder andere naar het Muiderslot toe, naar het Amsterdam Museum. Ze gaan een eigen nummer opnemen. Ze gaan naar het Foam. Ze gaan een cover maken met kunstenaars voorbij dat nummer wat ze geschreven hebben. Ze gaan naar de Arena. Ze gaan naar Fun Forest en we werken samen met de politie, waar ze hun hele hindernisparcours mogen doen. Daar ook nog een korte zelfverdedigingscursus krijgen. Dus er zit best wel wat in. Ja. En elke dag krijgen ze van ons gezonde lunch en gezonde tussendoortjes. Dus er hoeft niks meegenomen te worden. En het programma is geheel gratis voor kinderen uit kwetsbare wijken. Nog 1 keer de website voor de ouders die meekijken. Want ik kan me echt wel voorstellen dat er zat ouders zijn die nu mee willen. www.studiezalen.com www.studiezalen.com En net heb je in je verhaal al een paar keer het Amsterdam Museum genoemd. Ja, klopt. Daar werken jullie veel mee samen. Zeker. Jullie hebben een samenwerking, maar het is ook echt samen ontwikkelen. Jullie hebben samen iets. Kan je daar iets meer over vertellen? Absoluut. Ik heb een contactpersoon vanuit het Amsterdam Museum, Anouar. En met hem samen... Anouar en Ali. Ja, klopt.
En wij zijn eigenlijk constant samen bezig om te kijken hoe we het programma nog toffer kunnen maken. Hij kent natuurlijk die hele cultuurhoek veel beter dan ik. Ja. Ik ben er niet zo heel erg in thuis. Dus hij kent alle goede kunstenaars, de mooiste tentoonstellingen. Dus samen kijken we echt van hoe kunnen we het programma alles geven wat het nodig heeft om die kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen. Heel mooi. Mag ik jou ontzettend bedanken. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Amsterdam Museum is al een paar keer genoemd. En niet geheel toevallig. Mijn volgende gast die aankomt schuiven is Gonja van het Amsterdam Museum. Educatief medewerker bij het Amsterdam Museum. Dank je wel. Alsjeblieft. Neem plaats. Even hier. Welkom. Dank je wel. Ja, je hebt het net ook al genoemd. Het Amsterdam Museum is een paar keer genoemd als het gaat om de samenwerking met studiezalen. We hebben gehoord hoe zij daarover denkt, maar hoe denk jij over de samenwerking met studiezalen? Ja, eigenlijk heeft Dana het ontzettend mooi omschreven. Het is voor ons in elk geval als Amsterdam Museum heel belangrijk en heel fijn om Stichting Studiezalen hierin te kunnen ondersteunen, met hun mee te mogen maken, samen met hun te bedenken. Hierin komen namelijk echt twee experts eigenlijk, twee professionals komen bij elkaar, zijn Dana en Anwar, ja. Die volgens mij een geweldig programma vorig jaar al zo klinkt het, ja. Bedacht en dit jaar weer. Dus het heeft alleen maar een meerwaarde op het moment dat je de krachten bundelt. Ja. En dat is precies wat we meemaken, ook bij de organisatie nu, van de zomerscholen voor in samenwerking met de studiezalen. Ja. En jullie hebben een hele bijzondere tentoonstelling onlangs geopend, de Gouden Koets. Ja, gisteren. Geopend door de koning nog wel. Ja, zeker. Ja. Hoe kan je ons daar wat meer over vertellen? Ja, het is een hele belangrijke tentoonstelling, denk ik, voor de stad Amsterdam en voor alle Amsterdammers om mee te maken. Zeker een tentoonstelling om niet te missen. We hebben heel hard ons best gedaan met een groot onderzoeksteam van allerlei conservatoren, educatoren, curatoren. En daarnaast ook een grote klankbordgroep van allemaal experts over de geschiedenis, over de vakmanschap, het ambacht. En het is erg belangrijk, denk ik, om dat goed te beseffen, dat zo'n prachtige gelaagde tentoonstelling niet tot stand kan komen vanuit één of twee personen. Dus het is een enorme groep mensen geweest die werkelijk, want meerstemmig is soms een kriebelwoord bij mensen, maar dit is oprecht een gelaagde, meerstemmige tentoonstelling geworden, waarin als je er doorheen gaat heel veel informatie tot je kan nemen van actievoerders, protesten, waarom het paneel Hulde der Koloniën pijn doet als je er naar kijkt, tot aan waarom Oranje-liefhebbers zo'n fan zijn van dit prachtige erfgoedstuk eigenlijk. En wij stellen de vraag aan onszelf, maar vooral ook aan alle bezoekers. Wat vindt u ervan? Wat vinden wij ervan? Wat moet er met dit bijzondere object gebeuren? Hoe kunnen we nader tot elkaar komen? Laten we elkaar daarover horen. Laten we goed naar elkaar luisteren over wat het voor jou betekent, wat het voor mij betekent. Dus al die verschillende betekenissen, dat hebben we geprobeerd samen te brengen in een prachtige tentoonstelling. Die wat mij betreft oprecht meerstemmig is. Wauw. En het klinkt alsof het ook toegankelijk is voor kinderen en voor jongeren. Maar wat kunnen ze eruit halen als ze naar zo'n tentoonstelling gaan? Ja, we hebben opnieuw, niet geheel toevallig, samen met Anwar en Nali natuurlijk aan het onderwijsprogramma gewerkt. We hebben drie programma's in detail uitgewerkt. Te beginnen met het basisonderwijs. Dat is denk ik wel interessant om te noemen. Waarbij we de kinderen door de tentoonstelling nemen, samen met rondleiders, en aan het eind gaan ze zitten met een workshopdocent, die dus ook vanuit een andere kunstprincipe samen met hen kan gaan zitten en kan gaan nadenken over wat betekent het neerzetten van je samenleving op zo'n paneel nou? Waar kijken we eigenlijk naar? Welke symbolen zijn er destijds gebruikt? Welke symbolen zouden wij nu kunnen inzetten? Dus met het basisonderwijs kijken we vooral naar hoe zij de samenleving van nu op zo'n paneel zouden willen verbeelden. Daar maken we foto's van. Die gaan op de website. Dat kunnen ze meenemen naar school. Dat kunnen ze delen met hun ouders. Want daar zit natuurlijk ook een motivatie van ons in. Van bespreek het. Ga met je ouders het gesprek aan. Van het is een object waar we naar kijken. Maar dat zegt wel iets over vandaag de dag ook. En wat is dat dan? Wat betekent dat dan voor ons? Dus dat is wat we doen met het basisonderwijs. En
met mbo en het middelbaar onderwijs. Dat is heel spannend, daar weet Anwar eigenlijk veel meer in detail over te vertellen, maar ik ga het nu proberen. We vragen ze, dus we denken heel erg vanuit de doelgroep. Dus we vragen deze groepen om opnieuw door de tentoonstelling met ons te lopen en daarna daar een clip over te maken. Dus dan mag je je eigen clip maken in het Amsterdam Museum bij de Gouden Koets. Dat komt ook op via, als zij daar toestemming voor geven, op de website. En anders wordt het alleen maar gestuurd naar de klas, naar hun, zodat zij dat kunnen delen. Waarbij ze vooral vanuit hun eigen talenten kunnen gaan werken. Dus we stellen groepjes samen waarbij zij zelf mogen kiezen van wie is de regisseur, wie gaat er filmen, wie maakt de rap, wie gaat de performance doen. Oh, dus ze schrijven ook echt een rap? Ja, ze gaan zeker schrijven. Wauw. Ja. En daar hebben dus al die verschillende workshopdocenten ook voor aangetrokken nu. Om ook die verbinding ook te blijven maken met hedendaagse kunstvormen. Dus dat het de leerlingen, de jonge bezoekers van het Amsterdam Museum ook blijft aanspreken. Zodat zij vanuit hun eigen beleving eigenlijk ook naar de geschiedenis kunnen kijken. Mm-hmm. En daar op kunnen reflecteren op hun manier. En jullie werken veel samen met Urban Myth, De Krakeling, Stip Producties. Wat zijn de verhoudingen in die samenwerking en hoe loopt zo'n samenwerking? Nou, dit is een hele bijzondere samenwerking. Deze doen we nu bij de Gouden Koets voor het eerst. Jorgen Tjongafong is nu eigenlijk, as we speak, bezig met de repetities van zijn voorstelling. Het cadeau dat niemand wilde. En die is geïnspireerd dus op de tentoonstelling De Gouden Koets. Hij is ook curator in het onderzoeksteam. En de samenwerking is dus nu zo dat we samen met De Krakeling, dat je een ochtend naar het museum toe kan komen, maak je de tentoonstelling mee, krijg je je workshop en in de middag kun je naar De Krakeling toe om de voorstelling te bekijken. Oh, wow. Het cadeau dat niemand wilde. En dat gaat over de twee personages, de jonge koningin Wilhelmina en de jonge Kwadjo. Dat is een jongen die op de wereldtentoonstelling uit Suriname is gehaald en werd tentoongesteld. Dat klinkt nu heel cru, maar kom vooral naar de tentoonstelling om daar iets meer over te begrijpen. En die twee ontmoeten elkaar op een moment waarbij ze alle twee naar die Gouden Koets kijken en denken, wat betekent het eigenlijk voor jou, wat betekent het voor mij? En daar kijken we ontzettend naar uit. Hoe zitten die verhoudingen in elkaar? Wij hebben de tentoonstelling gemaakt. Zij maken een prachtige voorstelling. Dat gaat spelen in De Krakeling. Ze gaan het land door. Omdat zij het land ingaan, hebben wij nu ook een digitale rondleiding, tour bedacht. Voor alle scholen, alle kinderen die niet in de gelegenheid zijn om naar Amsterdam te komen. Dat zij wel een soort van gevoel hebben van hoe dat er dan uitziet. Welke verhalen er worden verteld. Dus we kijken ook vooral samen van wat zijn de krachten. Hè? Wat kunnen wij van jullie meenemen in het museum. En waarin kan het museum ondersteunend zijn. En ook leuk om te weten, maar dat is pas vanaf september, is dat we een theatrale rondleiding gaan doen. En daar is Jurgen ook mee bezig. Dan gaan we dus met twee museumdocenten, acteurs, nemen we groepen mee. Ja. 8+. Dat is bijvoorbeeld ook ontzettend leuk voor families, voor gezinnen om mee te maken. Waarbij je in twee perspectieven, zeg maar, door de tentoonstelling gaat lopen met de jonge Wilhelmina. En met Kwadjo. Dat zijn twee acteurs die het verhaal van twee verschillende perspectieven vertellen, met je delen. En daar hebben we een gesprek over aan het einde van de theatrale rondleiding. Ja, ik kijk er zelf ontzettend ook uit. Dus dat snap ik. Ja, nee, dat kan pas vanaf september. Ja. Dat is jammer. Dat is jammer. Maar dat het er is al super waardevol. Maar in de zomer is er natuurlijk al een tentoonstelling en een voorstelling. Ja. En waar kan je de tickets halen? Hoe werkt dat voor de ouders die meekijken? Voor de kinderen die heel graag willen gaan? Ik ga een beetje in herhaling. Het staat allemaal goed op de website. Dus voor de zomerscholen die we samen met Stichting Studiezalen doen, graag op de website van Stichting Studiezalen kijken. En voor de theatrale rondleiding vanaf september op goudenkoets.nl of amsterdammuseum.nl, daar staan ze alle twee op. En de combinatie, als je een dagje uit zou willen, bijvoorbeeld dat je en naar de voorstelling gaat en naar de tentoonstelling wil komen, dan kan dat via onze website of via De Krakeling. Dus dat is wel een optie om dat samen ook te boeken. Ja. En raad je daarna om de tentoonstelling eerder te doen of de voorstelling eerder te doen? Ik zou de tentoonstelling denk ik eerder doen. Dus dan ben je een beetje gevoed met allerlei verhalen, ben je een beetje beter voorbereid. En dan heb je ook de Gouden
koets gezien. Ja. En als het goed is, zelf ook even ervaren hoe het is om... Ja, het is een groot object. Mm-hmm. Het maakt indruk. En dat paneel Hilderder Colonie, er staan ook andere dingen op, hè, dus ik noem niet iets vaker Hilderder Colonie, maar als je daarnaar kijkt, dan begrijp je ook waarom het zo controversieel is, waar de pijn ook zit. En ik denk dat het belangrijk is om die twee dingen te voelen, te ervaren, mm-hmm. daarover te leren, voordat je naar de voorstelling gaat. Want dan krijgt het denk ik een betere plek in je hoofd. Ja. En dit klinkt al alsof jullie allerlei mooie plannen voor de zomer hebben. Maar hebben jullie naast de voorstelling en tentoonstelling vanuit het Amsterdam Museum nog iets aan te bieden voor jongeren, een vorm van programmering? Ja, we hebben een familiespoor wat je met je, met je gezin kan doen of met je voogd kan doen. Dat is een speurtocht waarin je zelf even op een tablet eigenlijk door de tentoonstelling kan lopen en allerlei leuke weetjes kan ontdekken over, over de geschiedenis van de Gouden Koets en over de verschillende perspectieven. Dat zou ik zeker aanraden om te doen. En vanaf september begint het onderwijsprogramma ook echt te lopen. Ja. En het onderwijsprogramma gaat dus ook over de voorstelling en tentoonstelling? Ook, ja. Ook. Ja. Ah, heel bijzonder. Ja. Mag ik jou ontzettend bedanken? Ja, natuurlijk. En bedankt. Ik jou. Dank je wel. Heel graag gedaan. En dan wil ik heel graag de volgende gast introduceren. Dat is Hamza Yahyaoui van Meesters met Dromen. Yassine zou aanschuiven, maar die kon er helaas last minute niet bij zijn. Maar Hamza heb ik net ontmoet en die kan het net zo goed. Welkom. Yes, neem plaats. Hey. Dankjewel. Zou je mij... Ik ken Meesters met Dromen. Zou je eerst heel kort kunnen vertellen wat jouw rol is bij Meesters met Dromen? En dan ook, wat is Meesters met Dromen? Ja, tuurlijk. Nou, allereerst fijn dat ik hier plaats mag nemen. Welkom. Nou, ik ben inderdaad van Meesters met Dromen. Ik ben daar al onderdeel van. Samen met meester Yasin en meester Emin. Zij hebben het opgericht en ik heb hun het laatste jaar ondersteund met verschillende activiteiten. Nou, Meesters met Dromen is eigenlijk een organisatie van meesters die wat wil betekenen voor leerlingen. En vooral voor kwetsbare leerlingen. Echt het mooie vak, van de mooie kanten van het onderwijs laten zien, dat belichten. En leerlingen motiveren en inspireren om te laten zien dat het onderwijs ook echt prachtige aspecten heeft. Dus dat eigenlijk. En ook daarnaast ook docenten begeleiden door middel van de workshops of door middel van voorstellingen, et cetera. Gesprekken zoals hier aan tafel bij Pakhuis de Zwijger. Dus dat is eigenlijk een beetje wat wij allemaal doen. Het is echt heel erg breed en wij geloven ook echt in de kansen van de kinderen. We willen die ook laten zien aan de kinderen van je hebt kansen, benut ze. Er zijn genoeg mensen die je willen helpen. Maak daar gebruik van, want je bent zo'n mooi mens en je kan zoveel bereiken. En laat het alsjeblieft niet gaan en ga er gewoon voor en knallen. En waar je hulp bij nodig hebt, wij kunnen je daarin begeleiden. We hebben verschillende contacten met mensen met verschillende expertises. Zij kunnen jou helpen. Maar daarnaast ook voor docenten, hè? Dus beginnend docenten, maar ook docenten die al langer ervaring hebben in het onderwijs. Die kunnen wij ook begeleiden door middel van verschillende trainingen, et cetera. En wat maakt, even vanuit jezelf, jullie zomerschool zo bijzonder? Onze zomerschool? Nou... Het idee is eigenlijk vorig jaar vlak voor de zomervakantie ontstaan. Nou, je weet zelf, begin van corona, alles was dicht, de scholen waren dicht. Dus leerlingen hadden best wel last van die tijd, ook in emotionele, sociale ontwikkeling, et cetera. Maar ook op school, ze waren best wel ontevreden. Ze vonden het heel jammer dat ze lang hun vrienden niet hebben gezien. Maar ook de docenten, ze missen zeg maar echt hun tijd op school. En daardoor hebben ze, ik wil niet praten over achterstanden, maar ze hebben toch wel voor hun gevoel wel wat gemist. En wij zagen verschillende initiatieven naar voren komen voor verschillende zomerscholen, zoals studiezalen, et cetera. Maar wat ons echt was opgevallen, is dat er nauwelijks aanbod was voor de VMBO-doelgroep, ja. In het beroepsonderwijs. Dus wij zagen vooral zomerscholen die echt gericht waren op één vak. Dus of rekenen, of taal, of iets anders. Maar wij wilden echt leerlingen aantrekken door hun ook te laten zien van, weet je, kijk, je kan ook heel erg veel meer doen in de vorm van taal. Maar hoe gaat dat een stukje storytelling of iets anders rekenen door middel van budgetteren, koken, et cetera. Maar daarnaast hebben we ook vakken georganiseerd met ICT, met muziek, met theater, comedy, LOB, loopbaanbegeleiding. En ook echt gewoon die leerlingen echt zien daar op die zomerschool. En ook hun echt het gevoel geven dat ze er gewoon toe doen en dat ze er mogen zijn. En dat ze zoveel talenten hebben die ze misschien zelf nog niet zien. Maar wij hopen door middel van onze zomerschool dat ze dat aan het einde van de zomerschool wel kunnen zien. En dat ze echt kunnen gaan opkijken naar hunzelf, maar ook naar hun vrienden, vriendinnen, et cetera.
door echt boven zichzelf uit te stijgen en hun talenten te ontwikkelen en die ook echt te zien door middel van de zomerschool. En hebben jullie dit vorig jaar ook toen gedaan met... hoe was die ervaring en wat hebben die leerlingen daar geleerd na zo'n zomerschool? Ja, nee, goede vraag. Nou, zoals ik net zei, we hebben echt verschillende vakken georganiseerd. We hebben een ochtendprogramma. Dat was echt gericht op leren door te doen. Dus door die verschillende vakken die ik net aangaf. Dus echt zelf dingen gaan doen, zelf dingen ontdekken. En dat vonden zij echt heel erg prettig, want we hebben echt een VMBO-doelgroep aangetrokken. En die zijn toch wel van het doen, weet je, van echt dingen zelf ontdekken. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat in elkaar? Ben ik hier goed in? Wat kan ik beter doen? Jezelf ontwikkelen, et cetera. Dus dat is wat we echt hebben gedaan. En daarnaast hadden we ook een middagprogramma. Dat was ook heel erg divers. Dat hebben we samen gedaan met het samenwerkingsverband. Die heeft ons gesubsidieerd daardoor. En hebben we ook verschillende programma's gedraaid. We zijn naar het Amsterdamse Bos gegaan. We zijn naar een 5D-bioscoop gegaan, naar het Amsterdam Museum, langs de havens geweest. En we zijn dit jaar ook van plan om die dingen opnieuw te doen. Even een bootje varen langs de grachten. En dan ook echt de geschiedenis van Amsterdam ontdekken. Maar ook in de havens. Het Olympisch Stadion willen we ook naartoe gaan. Maar daarnaast hebben we ook veel gedaan met sportweeën. Ja. Dus ook echt van kickboksen, baseball, echt verschillende sporten waar leerlingen nog niet echt mee in contact zijn gekomen. Dus baseball 5 hebben we gedaan, streetdance hebben we gedaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de choreograaf van Lady Gaga, die was bij ons op bezoek geweest en die heeft leerlingen een workshop gegeven. Maar ook een thema zoals ondernemerschap, zelfontwikkeling, talenten ontdekken. Dat kwam bij ons heel erg aan bod. Het klinkt als heel veel. Hoe is dit... programma uitgedacht? Dus hoe lang duurt het en wat voor programma wordt er gevolgd door die leerlingen? Nou, wij hebben echt een uniek programma en wat we doen is we koppelen enkele leerlingen echt aan een speciale mentor om echt binnen een korte tijd echt een vertrouwensband te creëren met die leerlingen. En daarnaast hebben we ook verschillende doelen aan het begin van de zomerschool gesteld voor die leerlingen. Dat doen ze allemaal zelf, dus we bieden ze hun echt die eigen autonomie weer. Dat ze zelf kunnen gaan kijken van wat willen ze doen, waar willen ze zich in verbeteren. Maar ook echt voor jezelf gaan kijken, een stukje bewustwording van ja, waar ben ik al goed in? Mm-hmm. En wat kan ik? Wie ben ik? Wat wil ik? Al dat soort vragen, dat ze daar echt zelf bij stilstaan. Natuurlijk wel met onze sturing door middel van onze docenten. Maar wat ook echt heel erg mooi was om te zien is van, want wij hebben de docenten uitgenodigd met verschillende expertises. Dus de ene zat in de mediawereld, de andere in de ICT, iemand, een ondernemer. Een succesvolle ondernemer, maar ook docent in het werkveld. Want ik ben in mijn dagelijks leven ben ik ook docent. En studieloopbaanbegeleider bij FC Utrecht. Dus daar begeleid ik dan leerlingen. Maar heb ik ook een stukje verteld over wat ik allemaal doe. En de mooie kanten van het onderwijs laten zien. En mijn persoonlijk verhaal verteld. Dus echt, dat is echt heel erg breed. Dus we proberen het wel echt laagdrempelig te houden door middel van mentoren en zo. En de juiste sturing en begeleiding. En We merken wel echt, want we zijn pas begonnen met aanmeldingen en we krijgen al zoveel aanmeldingen binnen. Mm-hmm. En niet alleen van, want wij zitten in Zuid, niet alleen van leerlingen die in Zuid wonen, maar ook leerlingen van andere stadsdelen. We hebben leerlingen die helemaal van Noord elke dag kwamen vorig jaar, leerlingen van West, Zuidoost, Eiburg. Dus echt overal, vanuit heel Amsterdam kwamen naar ons naartoe, want je weet hoe kinderen zijn. Ze vertellen het door aan hun neef of nichtje of vrienden in de buurt, weet je. En dan wordt het zo doorverteld en vanaf daar gaat het balletje beginnen met rollen. En welke plek heeft kunst en cultuur in jullie programma? Nou, wij hechten echt heel erg veel waarde aan kunst en cultuur door middel van workshops, street art hebben we dingen mee gedaan, graffiti, maar ook muziek, toneel, comedy. En dat proberen we ook te integreren in ons middagprogramma. Dat doen wij door verschillende activiteiten te organiseren. Dus naar de Johan Cruijff Arena voor de mensen die aangetrokken zijn tot sport. Mm-hmm. Maar niet alleen sport, maar ook de geschiedenis bijvoorbeeld van Ajax, van Amsterdam. Zo'n grote club, de grootste club van Nederland. Van ja, wat zit daar eigenlijk achter? Hoe is Ajax ontstaan? Wat is de geschiedenis daarachter? Maar ook dat we naar de havens gaan bijvoorbeeld. Wat ik vorig jaar heb gemerkt is echt, en dat vind ik echt jammer om te zien. En daarom vind ik het echt goed dat zulke initiatieven er zijn. Niet alleen die van ons, maar ook andere zomerscholen. Door ook echt leerlingen kennis te laten maken met een stad. Want wat ik vorig jaar had gezien is, er kwamen leerlingen naar mij toe. Die zeggen, ja, ik ben nooit bijvoorbeeld over het IJ geweest. Of ik ben nooit naar het Amsterdamse Bos geweest, weet je. Of naar het Amstelpark, of noem het maar op. Of op de Rai. Dus overal, snap je. En dat is toch wel echt jammer. Want ze zijn allemaal Amsterdammers, allemaal hier geboren, getogen, snap je. Echt een onderdeel van deze stad. Maar meesten zijn niet verder geweest dan hun eigen stadsdeel. Ja. Of in het centrum, weet je. Dus wij proberen ze wel echt van alles te laten zien. We gaan ook naar musea's, dus het is echt heel erg breed. Workshops, studio, dus echt van alles.
En het is, wat je zegt, heel breed en van alles. En waarom hebben jullie voor van alles gekozen, niet specifiek een paar manieren van kunst en cultuur en die stevig neerzetten? Goeie vraag. Nee, wat wij heel erg belangrijk vinden vanuit onze organisatie is dat we echt autonomie bieden aan die leerlingen. Dus als ze bijvoorbeeld een middagprogramma organiseren, dan is er niet alleen keuze uit één ding, maar dan zijn er meestal verschillende keuzes. Okay. Dus je kan bijvoorbeeld naar een museum gaan, maar je kan er ook bijvoorbeeld een dagje voor kiezen om met ons naar Fun Forest te gaan of zo. Want we hebben verschillende docenten en die begeleiden die leerlingen dan. Dus we doen echt van alles. Je kan bijvoorbeeld kiezen om te gaan sporten, om te gaan kickboksen of een keer naar het zwembad te gaan. Of een speurtocht door Amsterdam of naar een museum. Dus wij proberen die leerlingen echt autonomie te bieden en echt keuzes te laten maken. Het gevoel geven dat ze echt keuzes kunnen maken. Dus waar hun interesses liggen. Maar wat wij ook proberen te focussen is, en dat was ik vroeger, was ik zelf ook zo als leerling. Kunst en cultuur, daar keek ik eigenlijk weinig naar om. Maar ja, wat wij proberen mee te geven is van ja, geef de kans. Weet je waarom? Want als je iets nooit hebt uitgeprobeerd, dan weet je niet of dat goed is voor jou, of je daar waarde aan kan hechten. Misschien liggen daar juist je talenten, weet je? Mm-hmm. Snap je? Dus wij proberen hun echt die verschillende leefwerelden te laten zien door middel van die zomerschool. En echt verschillende dingen te laten meemaken. En dingen vooral een kans te geven. Want je weet nooit hoe iets is als je het niet hebt uitgeprobeerd. En dat is echt wat we terug hebben gekregen aan het eind van de zomerschool. Zeggen ze gewoon echt, ik heb leerlingen gehad die zeiden van, meester, echt bedankt dat je me hebt gestimuleerd om toch voor iets anders te kiezen dan sport of zo. Want ja, nu heb ik gezien waar mijn talenten liggen, waar ik van hou en wie ik ben. En waar mijn talenten eigenlijk echt liggen. Je zegt iets heel moois, iets heel herkenbaars voor mij. Dat toen je opgroeide, ik kom zelf uit de Wildemanbuurt. Dat staat bekend als een zogenaamde... Ja, ik kom uit Bosselom, waar de Kolenkit kom ik. Kolenkit, nou dan komen we uit een soortgelijke omgeving. En kunst en cultuur had geen ruimte. Tenminste, het was er niet in mijn omgeving. En je werd... waarom zou je dat doen? Dat was een beetje de vraag die je toen altijd kreeg als je daarmee bezig was. En wat ik nu heel mooi vind, is dat jullie vanuit Meesters met Dromen daar wel een soort van statement in willen maken van kunst en cultuur. Voordat je er een oordeel over hebt, wij gaan het één toegankelijk maken. Dat was een ding, want je kan niet zomaar naar een museum. Tenminste, je moet dan wel de tram pakken en dus je moet wel kosten kunnen maken. Dat is één. Jullie zeggen eigenlijk, kom met ons mee. Maar twee, jullie gaan ook het gesprek aan met de jongeren over, ja, je kiest nu sport, maar waarom? Want je kan ook dit en kunst en cultuur erbij betrekken. En doen jullie dat heel bewust of is dat gewoon zo gegroeid? Nee, wij kiezen daar echt bewust voor. Want wij willen leerlingen wel echt het gevoel geven van dat ze zelf keuzes kunnen maken ten eerste. Maar ook dat ze open moeten staan voor nieuwe dingen. Want dat gaat in de toekomst gaat dat ook gebeuren, snap je? Het is niet alleen maar roze kleur en maneschijn op het eerste gezicht. Soms ga je ook dingen moeten doen, dat heb ik zelf vooral in mijn eigen jeugd heel erg ervaren, die ik niet zo leuk vond. Mm-hmm. Maar ja, als ik aan het einde van de dag terugdenk, denk ik van ja, hier heb ik toch wel wat aan gehad. Weet je? En dat heeft toch wel bijgedragen aan de persoon die ik vandaag de dag toch ben geworden. Ja. Het heeft er toch aan bijgedragen. En daarom proberen wij echt laagdrempelig te zijn naar die leerlingen toe. En dan ook echt het belang ervan laten zien van je zelf openstellen naar de buitenwereld. Dus dingen waar je nog niet zo bekend mee bent. Dus echt uit je comfortzone stappen. En wat is volgens jou, en nu wordt het even persoonlijk, hè? Dus je mag vooral aangeven als je denkt. Maar wat is volgens jou de reden dat in bepaalde omgevingen, buurten, je noemt Kolenkit, ik noem de Wildemanbuurt, dat daar nog heel weinig ruimte is voor kunst en cultuur? Ik denk dat heel veel culturele instellingen daar heel veel van kunnen leren. Wat is volgens jou daar de reden voor? Ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan praat ik niet vanuit Meesters met Dromen, maar echt vanuit mijn eigen ervaringen. Dan denk ik toch wel het stukje laagdrempeligheid. Van, ik denk als je dingen op een hele laagdrempelige manier probeert over te brengen naar die kids, in kwetsbare omgevingen, dat het dan toch wel kans van slagen geeft. Als je dat maar met de juiste aanpak probeert te doen, dus echt laagdrempelig, echt het gesprek aangaan met die leerlingen. Dus niet alleen zeggen hoe jij erover denkt vanuit jouw organisatie, maar ook echt benieuwd bent naar hun kant van het verhaal. Waarom vinden zij het niet leuk? Of waarom denken zij dat het niet leuk is? Ik denk als je heel laagdrempelig probeert te zijn en echt het gesprek gaat voeren met die kids, dat je dan met een heleboel nieuwe input kan komen die jij kan integreren in jouw organisatie. Ja, ik vind dat... Het was niet de bedoeling dat ik dat zou vragen, maar ik vind het wel heel belangrijk om dat alsnog te vragen. Want voor alle culturele instellingen die meekijken of die hier iets mee willen, inderdaad een stukje laagdrempeligheid, maar ook ga de buurten in, spreek mensen aan die daar al hun hele leven wonen, gebruik rolmodellen. Dan kan je nog veel meer van die jongeren bereiken, want die hebben het net zo hard, misschien wel veel harder nodig. Ja,
Nee, dat denk ik ook. En ook dat stukje wat jij hebt over rolmodellen, ja, dat vind ik ook een hele goeie. Want die rolmodellen moeten wel echt zichtbaar zijn in de wijken, weet je. Zodat ze dat kunnen meegeven aan de nieuwe generatie die er komen gaat. Nu zie je dat bijvoorbeeld met de woning. Dat is een heel ander onderwerp, maar woningen. Bijvoorbeeld ik als jongere kan heel moeilijk een woning vinden in de Kolenkit. Dat is mijn buurtje. Ik wil daar graag blijven. Ik wil graag een voorbeeldfiguur zijn voor de nieuwe generatie. Maar ja, op een gegeven moment dan moet je keuzes gaan maken, weet je? Van, ja, het is niet alleen maar roze kleuren maneschijn. Dan moet je ergens anders gaan wonen, snap je? Ja. En ik denk, juist als de gemeente daarop probeert te gaan focussen, van echt die rolmodellen behouden en ook echt zichtbaar laten worden in de wijk, dat dan ook een heleboel kan gaan gebeuren. Echt hele mooie dingen. En daarom is jullie zomerschool natuurlijk zo belangrijk, omdat kunst en cultuur dat wordt laagdrempelig gemaakt. Is hij voor dit jaar, voor de zomer, is hij al rond of zijn jullie nog op zoek naar invulling? We zijn sowieso altijd open voor samenwerking, maar wij werken ook heel erg veel samen met Mokka. En zo was hier ook net aan tafel. Ja. Die samen proberen wij zeg maar, de kunst- en cultuurmogelijkheden daarin, in het middagprogramma, maar ook zeker in het ochtendprogramma, proberen wij daar invulling aan te geven. Door middel van, ja, sommige dingen zijn al rond, maar sommige dingen moeten nog geregeld worden, moeten nog een beetje aangeschaafd worden. Maar wij zijn sowieso altijd open voor samenwerkingen. Mocht iemand nu kijken die zegt van ja, ik doe zelf wat in dat gebied en die wil graag komen helpen of zo, die wil graag een rol van betekenis proberen te spelen, is hij van harte welkom. Als hij contact met ons opneemt, dan zijn we altijd open voor samenwerkingen. Ja, en hoe kunnen jongeren zich aanmelden voor dit programma? Ja, nou sowieso, het is echt veel mond-op-mond reclame, want ik ben bijvoorbeeld docent, meester Jaasien is ook docent, ja, weet je, zijn collega's ook en dan in de buurt. Het is heel erg mond-op-mond reclame. Wat erbij komt kijken, maar ook door middel van onze site zomermetdromen.nl staat een formulier en daar een aantal vragen. Als je dat gewoon invult, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij ons leuke en mooie zomerprogramma. Hamza, mag ik jou ontzettend bedanken voor vandaag. Ja, ook heel erg bedankt. Fijn om hier te zijn. Heel graag gedaan. Dank je wel. En hiermee komen we alweer tot een eind voor vandaag. En daarbij wil ik nog wel zeggen, blijf vooral hangen, want we hebben nog heel wat moois voor vandaag gepland dat we graag met jullie delen. Dus het is bij lange na niet klaar. Voor een muzikale overbrugging, om jullie zo mooi en soepel mogelijk naar het volgende onderdeel te brengen, hebben we Adjoua Rose uitgenodigd, die maakt zich nu nog klaar. Om voor jullie op te treden. Maar voordat we daar naartoe gaan, nog één keer iedereen bedanken die er was. Nou, ik begin natuurlijk bij Mokka. Die hebben dit gefaciliteerd. Dank daarvoor. Hanna Koken van Jongeren Cultuurfonds Amsterdam, ontzettend bedankt. En zo, Vredegoor van Mokka, ontzettend bedankt. Dana Hollander van Studiezalen, ontzettend bedankt. En natuurlijk Gonja van Amsterdam Museum, ontzettend bedankt. Hamza Yahyaoui van Meesters met Dromen, ontzettend bedankt. Ik kijk nu even naar Adjoua Rose. Ben je er helemaal klaar voor? Ja. Nou, heel veel succes. Iedereen die net meekeek, bedankt. Geniet van deze muzikale overbrugging en de rest van de dag. Zal ik zeggen waar de koelte en de kou aan lag? En ooit zul jij zien wie ik was. Ooit zal mijn mama wel snappen dat ik niet anders kan. En ooit komt het goed, ooit wel. Maar toen vielen tranen op dezelfde dag dat ik om ze lachte. En toen was het komisch toch wel. Nooit zullen de stemmen jou vertellen wat mijn gedachte zag, want het mannetje in mij zag zwart. En nu zie ik dat het niet meer leeft hoe het lijkt en niet hoe het schijnt. Schiet even, wanneer het niet meer lukt, zeg ik, dit ben ik niet.
is het mannetje in mij. Ooit zal ik snappen dat het pijnlijk is als hij niet meer wil. En ooit zal ik zien, ooit wel. Dan zal ik hem ontmoeten in een steegje waar ik niet komen wil. Maar het mannetje in mij komt stil. En jij zag hem komen, maar hij wilde vliegen. Niet bang voor mezelf, want door alle vertrouwen dat ik anders ben dan hij had gedacht en sterker dan de touwen op zijn schip. Nu zie ik dat het niet meer leeft hoe het lijkt en niet hoe het schijnt, want wanneer het niet meer lukt, zeg ik: dit ben ik niet. Is het mannetje in mij? Het mannetje in mij. En het mannetje in mij. Het mannetje in mij.